Thomas, we hebben het over woon-werkverkeer vandaag. Misschien vooral eer dat we naar uitdagingen op dat vlak vandaag kijken, toch eens even teruggaan in de tijd naar, laten we zeggen, voor maart 2020. Een periode die in ieders geheugen nu wel gegrift staat door de corona-epidemie. Woon-werkverkeer, algemeen, kan je ons daar wat kencijfers rond geven? Wat betreft het aantal gebruik met de wagen, aantal gebruikers van openbaar vervoer, aantal fietsers, kan je ons daar een algemeen beeld van geven? Dus woon-werkverkeer krijgt heel wat aandacht in de transportwetenschap, maar ook zeker in het mobiliteitsbeleid. En ik moet wel zeggen dat qua aantal verplaatsingen, dat zeker niet de meerderheid van de verplaatsingen is. Dus strikt woon-werkverkeer, naar het werk gaan of terug naar huis gaan, is zelf minder dan 1 op 5 van de verplaatsingen. Maar het is wel zo dat het vlak van aantal kilometers een stuk hoger ligt. Als we daar ook het woon-schoolverkeer bij tellen en de verplaatsingen die we doen voor het werk, dus de zakelijke verplaatsingen, dan zit het wel boven de 40% van de verplaatsingen qua afstand. Wat zien we daar? Dat de auto nog steeds heel dominant is. Dus dat zit boven de 65% van het woon-werkverkeer dat met de wagen gebeurt. En het is eigenlijk al enkele decennia dat er doelstellingen worden gezegd. We willen van een 70% woon-werkverkeer met de auto, willen we dat laten zakken naar 60%, later naar 50%. Of toch in zeker stedelijke regio's waar dat makkelijker is. Maar we blijven toch boven die 65% zitten, met uitzondering van de pandemieperiode. De rest is dan openbaar vervoer en de fiets, maar die scoren dus een heel stuk lager. En ook daar zie je grote regionale verschillen. En we zien dat zelfs in het Vlaams gewest de fiets in het noorden, bijvoorbeeld in de Kempen en zo, een stuk beter scoort. Terwijl in de rand rond Brussel, waar het ook wel meer relief is, dat daar minder gefietst wordt naar het werk. Dus dat is ook wel een belangrijk verschil. Het openbaar vervoer, dat is typisch voor stedelijke gebieden qua woon-werkverkeer. Je hebt dan enerzijds de trein voor de lange afstanden. En dan hebben we de bus, de tram, die we in steden hebben, waar mensen ook mee naar het werk gaan. Maar dat ligt een stuk lager. Hoor je daar dan toch dat er ergens nog wel marge is op het aantal gebruikers van de fiets, van het openbaar vervoer? Wordt nog onderbenut in Vlaanderen? Dat is ook wat eigenlijk zo wat alle documenten de laatste decennia zeggen, van we moeten minder autoafhankelijk worden, ook in ons woon-werkverkeer. Want woon-werkverkeer is belangrijk. Het is niet omdat het in termen van het aantal verplaatsingen misschien minder dan 1 op 5 is, dat het niet belangrijk is. Er zijn enkele redenen. 1, werk is belangrijk. In de samenleving vinden we een job hebben heel belangrijk. Dus ik denk dat ik dat niet moet uitleggen. Dat zal iedereen wel gehoord hebben. Jobs, jobs, jobs. Vandaar, als mensen op een werk moeten geraken, dan is daar heel wat beleidsaandacht voor. Een tweede reden is dat het woon-werkverkeer heel geconcentreerd is in die avondspits en die ochtendspits. Dus wanneer gaan de meeste mensen gaan werken? Dat situeert zich ergens 8 uur 's morgens, 9 uur. En het begint al wat vroeger, zeker als je wat verder pendelt. Ochtendspits, ja. Ja, en dan de avondspits, dus om 5 uur, 6 uur, die uren, dan is het heel druk. En dan worden die wegen, maar ook het openbaar vervoer, volop benut. De capaciteit wordt zelf overschreden en dan heb je files of moet je recht staan op tram of bus. En daarom is er ook heel wat aandacht voor, omdat op die piekmomenten extra investeren, dus als je daarvoor extra rijstroken, extra voertuigen, extra chauffeurs moet inzetten, dat is heel duur. Vandaar dat men ook die piek wat probeert te spreiden. Wat ook gebeurd is, omdat er files zijn en drukte is, congestie is, dat mensen kiezen, ik ga niet om 8 uur naar Brussel vertrekken, ik ga om 7 uur vertrekken, of zelf vroeger. Want als ik een half uur later vertrek, kom ik een uur later aan. Dat is iets dat je regelmatig hoort bij werknemers die naar drukke plekken pendelen. Dus je ziet dat die spits breder is geworden. En vroeger was de vuistregel, op 1 spitsuur, het drukste uur van de dag, heb je zo'n 10% van het verkeer. Dat is tegenwoordig maar 7,5%, omdat die piek breder is geworden. En dus het is niet meer gewoon rond 8 uur 's ochtends. Zeker naar Brussel toe is het al van voor 7 uur 's ochtends en zeker tot 9 uur en soms zelfs wat later, dat er op verschillende plekken, bijvoorbeeld op de Brusselse ring, die capaciteit overschreden wordt. En dan kwam er natuurlijk dat coronavirus bovenop, waardoor dat er natuurlijk een hele grote impact was op de drukte op de baan en ook op die piek- en daluren. Verwacht u eigenlijk blijvende invloed sinds, laten we zeggen, het uitbreken van corona? Gaat dat beeld veranderen van die piek- en daluren? Dat is natuurlijk een van de grote vragen die ook in de onderzoekswereld nu speelt. Van wat is de impact
van al die lockdownmaatregelen, verplicht thuiswerken. Dus wat is de impact daarvan? Enerzijds zie je dat mensen wel nadenken over mobiliteit. Thuiswerken kan, zowel leidinggevende werkgevers zien van het is een besparing op kantoren en het kan. En de controle moet wat anders, omdat er zeker in het verleden wel wat wantrouwen was. Als iemand thuiswerkt, dan zie ik die niet. Gaat die dan wel werken? Anderzijds, mensen snakken ook wel om naar het werk te gaan. Misschien niet elke dag, dus dat zal wel blijven. We zien dan ook, het is wat een yo-yo-effect. Dus er worden maatregelen ingevoerd. Ja, als het echt verplicht is, en zeker in de zwaarste lockdowns die we hebben gehad, dan was het verkeer echt gedecimeerd. Maar enkele maanden later zagen we dan toch terug filerecords sneuvelen. Bijvoorbeeld in het najaar van 2021, dus net na de grote vakantie, zagen we dan dat het verkeer terug was toegenomen tot bijna op het niveau van ervoor en sommige dagen zelf daarboven. Dus dat wijst erop dat het toch terug snel kan terugkeren naar de vroegere situatie. Dus het is niet dat opeens, als de maatregelen wat minder streng zijn, dat er dan rond Antwerpen of Brussel geen files zijn. Nee, die zijn er zeker nog. Ja. Dus op dat gebied is het wat een gemengd beeld van wat gaat de lange termijn effecten zijn. Er zullen er zeker zijn, maar om nu te verwachten dat de verkeersstromen enorm zullen afnemen, dat denk ik niet. We zijn nog niet van de files verlost. We zijn nog niet van de files verlost. Nee, ik wil het ook met u over de kost van dat woon-werkverkeer graag hebben. Het is altijd een beetje bevreemdend, vind ik, als ik ga joggen, wat ik vaak doe, en ik zie dan een elektrische wagen voor de deur staan bij mensen die thuis aan het werken zijn. Die wagen die daar dan wordt opgelaat, de man of vrouw die die wagen mag gebruiken, ik vermoed dat hij of zij daar dan niet al te veel zelf voor zal moeten betalen. Kan u daar iets over vertellen? Hoe ziet het eigenlijk met het aandeel mensen die zelf zeer weinig of niets voor hun woon-werkverkeer moeten betalen? En aan de andere kant van het spectrum, mensen die eigenlijk zelf instaan voor de kosten van hun woon-werkverkeer en ongetwijfeld gradaties ertussen. Het is inderdaad ook een zeer complexe wetgeving. We hebben dat gezien met Cash for Car, het mobiliteitsbudget. Die zijn gekomen naast de traditionele fiscaliteit die er bestaat voor woon-werkverkeer. Met heel veel verschillende regelingen, die dan ook nog eens in de collectieve arbeidsovereenkomsten voor sectoren afzonderlijk zijn, voor bepaalde profielen, bij eenzelfde werkgever anders zijn. Dus fiscaal en zo vrij complex. Maar wat zien we daar? Onder meer de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft daar al eens naar gekeken en dat meer onder de loep genomen. Dan zien we, als je dan kijkt naar inkomensschaal, dat hoe hoger je inkomen, hoe meer qua werkgeversvergoedingen en dergelijke een werknemer krijgt. Het grootste deel daarvan gaat over tegemoetkomingen voor woon-werkverkeer met de auto. En we zien dan bij de hogere inkomens, zeker de hoogste 30%, dat daar de bedrijfswagen doorweegt en dat dat het belangrijkste is. Bij lagere gaat het over de eigen wagen die gebruikt wordt en dan fiscaal voordelig ook een tegemoetkoming komt, omdat de logica is van het beleid ook van, we moeten wel mensen naar het werk krijgen, want die jobs zijn zo belangrijk. En dan heb je nog de fietsvergoedingen, die ook voor een heel deel fiscaal zijn vrijgesteld, dus meestal val je onder die drempel. En ook terugbetaling van openbaar vervoerabonnementen. En ook daar zie je aanzienlijke verschillen. Je hebt zo de 80-20-regeling. Dat wil zeggen, als een werkgever zegt, wij willen 100% van een treinabonnement of een ander openbaar vervoerabonnement terugbetalen aan de werknemer, dan betalen ze 80% en de overheid betaalt dan de overige 20%. En voor de werknemer is het heel gemakkelijk. Die heeft gratis openbaar vervoer naar het werk. Maar dat is niet in elke sector of voor elke werknemer het geval. Maar dat weegt minder door dan die kosten voor de auto, omdat het aandeel van die auto zo belangrijk is. Als je naar 60-70% zit, dan gaat het gros van de vergoedingen, de fiscale voordelen, gaat naar automobiliteit of het woon-werkverkeer met de auto. En kijken we naar bedrijfswagens, wat trouwens iets heel logisch is, een bedrijfswagen. Er wordt heel veel vanuit mobiliteitsexperten heel veel kritiek opgeleverd, terechte kritiek. Het is heel logisch. Wat is de logica? Kijk, als ik een verplaatsing maak voor het werk, ik ga van mijn werkplek naar een klant, naar een vergadering, en ik rijd terug naar mijn werkplek, dat is puur gewoon voor je werk.
dat wordt belast, zoals ik een boormachine gebruik op het werk, of een zaagmachine of een computer. Mm-hmm. Dus als werknemer, ja, dat is gewoon een werktuig dat mij ter beschikking wordt gesteld op het werk. Woon-werkverkeer heeft een ander fiscaal regime. Ja, dat is een stuk, wat een voordeel in natura, als dat aan u wordt toegekend, een bedrijfswagen. Maar aangezien het woon-werkverkeer is, toch een iets gunstiger fiscaal regime. En wanneer ik bijvoorbeeld een bedrijfswagen zou hebben, en ik gebruik die voor zuivere privéverplaatsingen, dan is dat eerder een loon dat ik krijg en dat is ook anders fiscaal. En stel dat ik daar 3 verschillende auto's voor zou nodig hebben, dat zou niet efficiënt zijn. Alleen door de jaren heen is dat systeem van de bedrijfswagens geëvolueerd naar iets dat een loon zonder al te veel of zeer fiscaal voordelig loon kan gebruikt worden. En dan zie je die excessen. Ook van salariswagens, wagens die je niet nodig hebt voor het werk, maar wel worden toegekend puur omdat het fiscaal zo voordelig is. En dus dat bepaalde lasten niet moeten worden of minder moeten worden betaald. En dan zie je ook grote verschillen tussen het type wagen. De elektrische wagens, en dat evolueert in 2026, zijn dan ook de enige wagens waar je een fiscaal voordeel op hebt als bedrijfswagen. Zie je dat dat een heel ander percentage is dat wordt gebruikt. Wie de formule kent van de cataloguswaarde maal 6/7 en dan nog eens maal voor een elektrisch wagen is dat dan maal 0,04 en dan voor andere wagens. Dus een hele formule is om dat fiscaal te berekenen. Zo'n elektrische wagens, die worden heel sterk bevoordeeld. En dat wordt wat aangepast elk jaar. Dus dat pad is uitgestippeld. Maar dat is een heel mooi geschenk dat u dan krijgt. En daar stoten we dan toch, en dat is natuurlijk onze rol, op onrechtvaardigheden. Maar ik ga de vraag eens aan u stellen. Welke onrechtvaardigheden ziet u dan zelf eigenlijk? Want er zijn toch mensen die evenzeer een wagen nodig hebben om hun woon-werkverplaatsingen te kunnen doen, die op heel wat minder kunnen rekenen. Ja, inderdaad. Ik pleit voor duurzame mobiliteit. Dus het zou beter zijn, moesten we wat meer de fiets nemen in plaats van de auto. Vlak van klimaat, fijnstof, parkeerproblemen, files, verkeersveiligheid, allemaal voordelen. En scoren openbaar vervoer en de fiets beter. Maar, ja, veel mensen moeten ergens geraken op een bedrijventerrein, in de haven. Bij mensen thuis om schoon te maken. Om te gaan schoonmaken, klanten bezoeken. Ja, die wonen niet allemaal aan een station of binnen een korte afstand. Dus dan gaan ze met de wagen. En dan zie je ook van wie krijgt vooral een bedrijfswagen. Ja, zijn vooral bedienden, de hogere inkomens. En die krijgen dus ook fiscaal de meeste voordelen. Dat is heel duidelijk. Dus qua fiscale voordelen, eigenlijk zo wat overal in het mobiliteitsbeleid, hoe hoger je inkomen, hoe meer voordelen je hebt. En hoe komt dat? Omdat wie een hoger inkomen heeft, ook meer mobiel is. Die maakt per dag meer verplaatsingen. We maken gemiddeld zo'n 2,4 verplaatsingen per dag. Voor lagere inkomens en ook lager opgeleiden, de twee hangen samen, zit dat onder de 2 verplaatsingen per dag soms. Terwijl hogere inkomens gaan meer verplaatsingen maken per dag, maar gaan ook langere verplaatsingen maken. Die gaan dus verder gaan. Er zit ook een logica in. Omdat je bereid bent verder u te verplaatsen, als daar meer tegenover staat, een interessantere job, een financieel interessantere job, dan ben je bereid om 30, 40 kilometer af te leggen. De gemiddelde woon-werkafstand zit in het Vlaams gewest rond de 19 kilometer, 20-tal kilometer in België. Dus dat zijn de grote ordes. Ja, en je ziet dat dat een stuk minder is gemiddeld voor arbeiders en lagere inkomens en hoger voor bedienden en hogere inkomens. En dat is ook een economische logica. Ook wie deeltijds werkt, zal eerder dichter bij huis werken dan iemand die voltijds werkt. Dus hoe meer er tegenover staat, hoe meer mensen bereid zijn om te investeren in het woon-werkverkeer. Maar ze krijgen daar meer van, via eventuele bedrijfswagens, via de werkgevers, al de tegemoetkomingen, of het dan een treinabonnement is of een bedrijfswagen. Maar ook de wegen die worden aangelegd. Het openbaar vervoer, dat wordt gesubsidieerd. De trein, het wegennet, die subsidies of die investeringen, die gaan ook disproportioneel vaak naar hogere inkomens. Ja, want het doet me denken aan het voorbeeld dat me spontaan te binnen schiet van iemand van de kinderbegeleiding in de crèche van mijn eigen kinderen, die toch vanuit de regio komt, die, laten we zeggen, zeer slecht ontsloten is door het openbaar vervoer. Iemand die ook wel degelijk verder dan de gemiddelde 19 kilometer helaas enkel per dag zal moeten afleggen met de wagen. Dat geldt dan toch ook niet voor iedereen.
Nee, je hebt heel belangrijke ook ruimtelijke verschillen. Uiteraard verschillen tussen mensen. Hè. Dus je kan in dezelfde straat wonen, dezelfde job hebben, maar toch een heel ander leven hebben of een heel andere mobiliteit hebben. Waar zien we bijvoorbeeld in Zuidwest-Vlaanderen, dus waar heel wat industriële lokale tewerkstelling is, dat daar de afstanden, de pendelafstanden, lager zijn. En ook werkgevers zeggen daar van, ja, wij recruteren wat lokaler. Hè, zo. Maar ja, ze zitten ook met krapte op de arbeidsmarkt, maar toch, dat is het uitgangspunt. Maar als je kijkt naar het zuiden van Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld, daar zijn minder jobs per inwoner, dus per werken of per lid van de actieve bevolking, zijn dat gebieden waar dat je eigenlijk een tekort aan jobs hebt. Dus mensen gaan pendelen naar Brussel of naar Gent of naar andere plekken. Hè. Dus stedelijke gebieden, daar heb je een overschot aan jobs, om het zo te zeggen. Bepaalde types natuurlijk. Hè. Dus het zijn dikwijls ook kantoorjobs of zo. En daar zie je dat ook de afstanden van woon-werkverkeer van de mensen die hier wonen korter zijn. De mensen die hier naartoe pendelen, die hebben dan weer een hogere woon-werkafstand. Voilà. En dan een vraag die denk ik heel belangrijk is voor mensen met die langere woon-werkafstand: rekeningrijden. Iets wat dat toch ook heel vaak in de media circuleert. Voorstanders, tegenstanders, kan u daar de evaluaties van maken? Wat moeten we daar eigenlijk mee? Rekeningrijden is inderdaad een oplossing voor het mobiliteitsprobleem. En dat benadrukt men vooral de files. Die de laatste decennia meer en meer op geld heeft gemaakt. En verschillende varianten kennen we daar. Het Londense systeem en ook in de Scandinavische land, daar ga je een cordon maken. Eigenlijk een digitale muur rond een stadscentrum. En zegt u, iedereen die binnenrijdt, zeker in de spits, en nadien is dat ook uitgebreid, afhankelijk van de stad waar het is, betaalt u. Dat zou zeggen bijvoorbeeld, in Antwerpen, als u de ring kruist, hè, dus in het centrum gaat, betaalt u bijvoorbeeld 5 euro. Dat zou zo'n cordontax zijn. Dus dat voor een bepaald gebied. Maar hetgeen waar men vooral naar streeft, vooral heel veel experten, maar ook de Europese Commissie bijvoorbeeld, is een heel sterke pleitbezorger van een slimme kilometerheffing. Dat is over heel het grondgebied. Maar dat je tarieven anders zijn, waar het dus in ruimte en tijd wil zeggen, waar het druk is, dus dichtbij steden vooral, de Antwerpse ring, Brusselse ring, de filegevoelige plekken zijn helaas bekend. Mm-hmm. Dus waar het druk is, maar ook wanneer het druk is. Dat wil zeggen, zou je in de spits meer betalen dan 's nachts. Als je om 2 uur 's nachts rijdt, zou het bijna niet zijn. Wanneer het druk is, 8 uur 's ochtends, dinsdagochtend, dan betaalt u meer. Klinkt als een onrechtvaardig systeem, toch? Voor mensen die eigenlijk, u hebt daar straks gesproken over flexibiliteit en over het rekken van die drukke tijden, ochtendspits, avondspits. Mensen die flexibiliteit niet hebben, als je dan zo'n systeem invoert, dat komt toch heel onrechtvaardig over dan. Dat is inderdaad een belangrijk thema in de debatten over rekeningrijden. Dus politici, ook al zijn eigenlijk de meeste centrumpartijen, het is enkel extreem rechts en extreem links, die echt tegen zijn. Andere partijen hebben zich ooit al uitgesproken als voorstander van rekeningrijden. Dat ligt politiek heel gevoelig. De bedoeling is niet om een extra belasting te zijn, maar om belasting te verschuiven. Dus uw jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting bij de inschrijving van het voertuig zou dan wegvallen en verschuiven naar een meer variabel tarief, wat voor veel mensen een voordeel zou zijn. Als je weinig rijdt, zou je minder betalen, vermoedelijk, afhankelijk van de tarieven. Maar is het rechtvaardig? Een zeer terechte vraag. Want wat is eigenlijk de essentie van rekeningrijden? Als je kijkt, theoretisch gesproken, komt uit de transporteconomie. En dat zegt, we moeten marktprincipes invoeren. We moeten dus een markt maken. Ga je naar een hotel, dan ga je in een drukke periode, wie naar de bergen wil in de winter, tijdens het skiseizoen, die zal meer betalen voor een hotelkamer dan in het laagseizoen. Theaters kunnen daar soms mee spelen, of zelf restaurants. Wie op maandag pizza wil gaan eten, betaalt veel minder dan op de drukkere momenten. Studenten kennen dat heel goed. Die variabele tarieven. En zegt men, we gaan ook op mobiliteit toepassen. Wanneer het drukker is, moet je meer betalen. Wanneer het minder druk is, minder. Dat is pure marktwerking. Nu moet je de vraag stellen, is iets als mobiliteit een goed dat je aan marktprincipes gaat onderwerpen? Mobiliteit is namelijk een nood van mensen. Dan heb ik het niet over, ik rij even naar de zee om een wandeling te maken. Dat is niet echt een noodzaak.
Maar als ik naar het ziekenhuis ga, als ik naar het werk ga, als ik naar een winkel ga om voeding te kopen, als ik familie ga bezoeken, maar ook recreatie, ontspanning, hè, eens naar een groen gebied gaan. Ik zeg niet dat het allemaal daarom met de auto moet, maar het is niet altijd, zijn er veel alternatieven beschikbaar. Ja, dat zijn noden van mensen. En dus eigenlijk heb je daar ook wel een recht op. Dan kun je de vraag stellen, vergelijk het eens met gezondheidszorg. Hè, als ik ziek word en ik moet naar een dokter, naar een ziekenhuis, naar de apotheek, ja, dat is een recht. We hebben een recht op gezondheidszorg en dus heb ik ook het recht om daar te geraken. En is er ook allemaal diensten en voorzieningen, zelfs tot een ambulance toe, die zal zorgen dat u toegang hebt tot gezondheidszorg, toegang ook mobiel, op vlak van mobiliteit. En dan is er de vraag, moeten we iets als wegcapaciteit, hè, dan de wegen die we hebben, daar ook zomaar marktprincipes op toepassen? Sommige verplaatsingen ben ik akkoord. Dan kan je zeggen van, oh tja, dit is overbodig, u bent hier aan het vervuilen, files aan het veroorzaken en eigenlijk heb je ook geen doel om naartoe te gaan. Hè. Dus dan zou je kunnen redeneren van, goh, misschien moet die verplaatsing niet gemaakt worden. Maar heel veel verplaatsingen zijn, ja, mensen hebben dat nodig, hebben weinig flexibiliteit. Wie heeft er flexibiliteit? Glijdende werkuren. Dat zijn ook, ja, eerder mensen waar ik, in de categorie waar ik in val. Wij werken vrij flexibel, zowel in tijd als in ruimte. Wij kunnen ons wel aanpassen. Maar in de industrie, als je in ploegen werkt, is dat al iets moeilijker. En dan is die vraag van, ja, wat doet dat? Wil men het autoverkeer doen dalen? Zelf dat niet, met rekening rijden. Dus de oorsprong is, wil men eigenlijk spreiden in de tijd. Dat je, zoals die spits nu al, dat je wat vroeger vertrekt, later vertrekt, om dus in de tijd te spreiden. Natuurlijk, omwille van klimaat en luchtkwaliteit, zeggen we dan, ja, maar eigenlijk die uitstoot van al die automobiliteit mag wel wat dalen. Is het ook de bedoeling dat mensen overstappen naar thuiswerken? Dan heb je, ja, wel uitstoot van de verwarming daar, maar heb je toch die verplaatsing niet. Maar mensen overstappen naar openbaar vervoer, de fiets, wanneer dat mogelijk is. Maar wat doe je daarmee? Je versterkt eigenlijk het privilege van de automobilisten. Want er is een democratisering van de auto gebeurd. Als we zien na de Tweede Wereldoorlog, de auto was iets van een beperkte groep, van, die ook zich kon veroorloven. En is sterk gedemocratiseerd dat heel veel arbeiders en dergelijke. En je ziet zelf bij lagere inkomensgroepen, kansengroepen, dat die toch een auto hebben. Men noemt dat gedwongen autobezit, om toch maar te kunnen deelnemen aan de samenleving. Wat op veel plekken zonder autoleven niet evident is. Als je wat mensen wil bezoeken, op het werk wil geraken, al heb je het niet breed, je gaat een groot deel van je inkomen aan die auto besteden. En wat zeg je dan nu? We draaien dat wat terug. Er zijn goede redenen voor. Mm-hmm. Hè, dus de negatieve impact van die automobiliteit is er. Maar degene die nog die kunnen betalen en willen betalen, betalingsbereid is het centrale concept, doe maar op. Als u betaalt, mag u rijden. Dus je hebt de vervuiler betaald, klinkt als een mooi principe, maar als je het omdraait, wie betaalt, mag vervuilen, dat klinkt al iets minder rechtvaardig. Dat klinkt al veel, veel moeilijker, ja. Inderdaad. En dan wordt wel gezegd, omdat ook heel wat progressieve groepen voorstander zijn van rekeningrijden, zeggen dan, ja, maar we moeten parallel investeren in openbaar vervoer, in fietspaden, in alle alternatieven. Een goede ruimtelijke ordening, ook heel belangrijk. Een versnipperd land als het onze is al niet gemakkelijk. Om... Mogen we daar even misschien op ingaan, op die twee laatste, want we hebben Koning Auto ruim aan bod laten komen. Maar inderdaad, naast die, dat uitgebreid autoverkeer hebben we natuurlijk ook een uitgebreid openbaar vervoersnetwerk in Vlaanderen. Alleen lijken mij daar een aantal problemen mee te zijn. Verhalen die we met name rond het busvervoer toch vaak horen is afschaffen van belbussen, het verdwijnen van verbindingen die zeer landelijk gaan, hè, busritten langs kleine dorpskernen. Klopt dat? Gaan we daar naartoe? Hoe problematisch zou dat desgevallend zijn? We zitten inderdaad met een grote verandering in het openbaar vervoerbeleid in het Vlaamse gewest. Dus als we 20 jaar teruggaan in de tijd, werd die basismobiliteit ingevoerd. Dat wil zeggen, iedereen heeft een bushalte op 500 meter van de deur. Afhankelijk van het type gebied kon het ook 750 meter zijn. Dus dat is een recht. Lukte dat ook? Of hadden we dat ook? Dat is meer dan 95% gerealiseerd. Ja.
waar die bus naartoe ging, of wat voor een bus het was, de frequentie of het een belbus was. Dus het was niet altijd de oplossing voor wie daar woonde daarom, maar je had wel een bushalte in de buurt. En daar is een kritiek op gekomen van, ja, is dat wel efficiënt? Moeten we dat niet aanpassen? En dan heeft men gezegd, ja, we gaan iets nieuw doen. Heeft ook met regeringswissels te maken. Als er andere coalities zijn, ja, het beleid van de vorige is nooit goed. Dus we moeten iets nieuw hebben en we dopen dat basisbereikbaarheid. Een hele goede term. Want bereikbaarheid, daar gaat het om. Dat mensen werk, familie, jobs, winkels, ontspanning kunnen bereiken, dat is belangrijk. Alleen zien we dat het de filosofie, als je gaat kijken naar de modellen die daarachter zitten, vooral inzetten, niet zozeer op dat recht op bereikbaarheid, maar op productiviteit. De ritten die het meeste opbrengen, daar gaan we openbaar vervoer voor zien. En de rest, wat nu met belbussen wordt ingevuld, dat gaan we ten eerste uitbesteden, vermarkten. En dan komt er een mobiliteitscentraal om dat te regelen, maar dat wordt dus niet langer, zal niet langer de lijn zijn die dat doet. En ja, dat de tarieven zullen vermoedelijk ook stijgen. Hè, dus dat wordt in de, met heel die vervoerregio-werking, want ze hebben Vlaanderen dan in 15 regio's ingedeeld, om dat te plannen en te organiseren. Dus er zal vermoedelijk, het is nog niet allemaal, zijn wat pilootregio's, maar vermoedelijk betekent dat dus dat er wat minder bediening is, zeker in landelijke gebieden, en dat ook de kronkelende buslijnen wat rechter worden getrokken. Daar kun je de vraag stellen van waar wonen mensen, niet langs, of idealiter ook niet langs de grootste wegen, maar ook wat daarbuiten. Dus ja, die bussen kwamen wel op plekken waar mensen woonden. En het alternatief, ja, wat ga je aanbieden aan de mensen? Men wil het meer, die kostendekkingsgraad verhogen, met productiviteit als een leidend principe. En als we dat vergelijken met de busgebruikers vandaag de dag, de busgebruikers is eigenlijk de enige groep in het mobiliteitsbeleid waar dat de lagere inkomens wat eigenlijk meer voordeel van hebben dan de hogere inkomens. En dus voor alle andere investeringen, ook het treinverkeer zelf, komt eigenlijk, is het bij het treinverkeer is dat de middenklasse, hogere middenklasse, die daar het meeste gebruik van maakt. Typisch ook die in steden werken, niet te ver van stations. Lange afstandstrein. En we zien ook in Frankrijk nog meer dan bij ons, daar het meeste gebruik van maakt. Het zijn ook profielen die meer mobiel zijn. Dus mensen die het wat minder te klagen hebben. Maar van die bus zegt het dus eigenlijk toch meer en meer het transportmiddel voor woon-werkverkeer geworden voor mensen die om een of andere manier kwetsbaarder zijn. Ik denk aan senioren, ik denk aan heel jonge mensen, ik denk aan mensen met een financieel kwetsbare situatie. Klopt dat beeld? Ja, dus het busvervoer, als je naar de cijfers gaat kijken, dus je ziet bij ook zelfs bij de laagste inkomenscategorieën toch nog wel wat autobezit en autogebruik. Mm-hmm. Maar vrij precair, dus neem geen grote hap uit het budget. Maar als je kijkt in het busvervoer, ja, wie is daar oververtegenwoordigd en in zeer belangrijke mate, zijn de lage inkomens. Wie zien we nog? Studenten, scholieren. Die maken ook volop gebruik van de bus om naar school te gaan. Dus dat is ook een belangrijke groep. En dan ook nog ouderen. Dus mensen die ofwel nooit een auto hebben gehad, of afstand hebben moeten doen van de auto ook dikwijls. Dus dat heeft er ook mee te maken. Dus die zitten echt wel in de bus. En het huidige openbaar of het nieuwe openbaar vervoerbeleid zegt van nee, we kijken naar, ze noemen dat dan ook intrinsiek potentieel met een duur woord, van ja, hoeveel mensen verplaatsen zich tussen twee gebieden. En de gebieden waar er veel verplaatsingen tussen zijn, die krijgen veel bussen. Dat is ons kernnet, de basisstructuur met nog een aanvullend net. En dan het vervoer op maat, dat is het laagste niveau. Ja, dat wordt dan ingevuld met flexibele minibusjes, taxis, wat dan ook. Maar zo, de basisfilosofie vertrekt niet van de huidige busgebruiker, maar zegt van, nee, we moeten ook automobilisten in die bus krijgen. Dat is een nobele streefdoel. Alleen loop je het risico dat je degene die nu die bus gebruikt als een laatste strohalm, die bus, dat gaat veel trager, dus dat is een transportmiddel dat wat minder aantrekkelijk is. Ook onze ruimtelijke ordening is heel versnipperd. Dus ja, je moet al veel gaan omwegen maken en rondrijden. Die ga je dan toch een beetje opzij schuiven. En
als een residueel iets zien. Dus ik pleit er niet voor om te zeggen van we moeten een stigmatiserend armenvervoer organiseren en zeggen van ah, u bent een sukkelaar, hier is uw transportmiddel. Nee, dat is er voor iedereen. En je moet met iedereen rekening houden. En als je inclusief bent, komt dat ook iedereen ten goede. Ik wil er nog één andere vervoersmiddel uitpikken. Dat is de fiets natuurlijk. Hè. Blijven fietsen, lees ik overal gemarkeerd op het asfalt sinds corona is uitgebroken. Klopt dat ook? Is het fiets gewoon werkverkeer toegenomen? En hoe schat u de toekomst daarvan in? Wat we zien qua fietsen, ten opzichte van het verleden, is er ook een afname geweest. Maar dat spreken we al decennia geleden. Mm-hmm. Maar de fiets kent nu wat een opmars, kent ook wat meer beleidsaandacht. Maar ook daar zien we fietsostrades. Zeer goede zaak. Want je gaat bijvoorbeeld langs spoorwegen en andere assen vlotte fietsverbindingen maken. Ja, op zich is het ook een basisrecht als je van ergens een gemeente naar de buurgemeente wil gaan, dat je dat met een fiets kunt doen op een veilige manier, wat op dit ogenblik nog niet overal het geval is. Dus die investeringen zijn zeker gerechtvaardigd. Maar wie maakt daar dan gebruik van? Ja, dan ga je van die randgemeenten, die gordels, dikwijls ook groene gordels rond steden, ja, dat zijn dan ook weer meer de middenklasse die daarvan profiteert, van die fietsinvestering. Dus ook daar zie je ongelijkheden. En wie maakt daar ook gebruik van? De elektrische fietsen. En dat is een evolutie die je ziet. Ja, is enorm toegenomen, de elektrische fiets. Nu zou zelf 1 op 5 van de gezinnen er minstens 1 in... een elektrische fiets beschikt, ja. Ja, dus in huis hebben. Dus dat zie je groeien. Maar heeft dat een grote impact op het autoverkeer? Dat is toch nog heel beperkt. Ja. Dus op dat gebied zie je nog geen grote verschuivingen. Dat gaat hoogst over een paar procenten. Slotvraag. Als we naar de nabije, maar ook iets verdere toekomst kijken, stilletjes aan beginnen er lijstjes te komen van wat er allemaal moet gebeuren. Het is nog heel vroeg, hè? De verkiezingen van 2024 zijn nog heel veraf, maar soms lijkt het toch angstwekkend dat die al dichtbij komen. Als je hoort wat er allemaal wordt bepleit. Je zou kunnen zeggen dat daartussen moet staan, weg met die 4 beleidsniveaus voor mobiliteit, hè? Want tussen zowel een gewestelijke als een federale bevoegdheid. Is dat echt een probleem? Hoe kijkt u daarnaar? Ja, de institutionele structuur in België is een populair thema, maar ook in het buitenland hoor. Daar heb je ook de regio's, stedelijke regio's. In Frankrijk werkt men ook met stedelijke regio's. En die hebben dan ook, heeft het departement weer ligt in de clinch met een regio of met Parijs, wat bij ons dan een ander niveau is. En ja, dan heb je nog Brussel op Europees vlak. Speelt dat een rol? Ja. Wat ook dikwijls aan bod komt, ook in het buitenland, is je hebt mobiliteit, openbare werken, infrastructuur, ruimtelijke ordening, milieubeleid, dan economisch beleid en werkgelegenheid. Al die beleidsdomeinen naast elkaar, dat mag wel wat meer geïntegreerd worden, want mobiliteit mag je nooit isoleren. Dat gaat over het leven van mensen, over gaan werken, waar dat er gaat werken. Wat is er belangrijk? Ja, wat doet de ruimtelijke ordening? Die bepalen mee waar dingen komen. Als de winkels en zeker de supermarkten, die toch een ruim aanbod hebben, en dikwijls tegen dan toch wel de betere prijzen in vergelijking met sommige andere winkels, ja, dan gaan we die langs steenwegen leggen, op een autolocatie. Dus de ruimtelijke ordening is bepalend. Werkplekken, kantoren ook. Dus hier in het centrum van Antwerpen gaan we geen raffinaderij of hoogoven bouwen, maar ook kantoren zien we. Ze zijn door de jaren heen steeds verder gebouwd van stations bijvoorbeeld. Dus beleidsdomein beter op elkaar afstemmen, ja. Verschillende niveaus, ja, de spoorwegen zijn federaal en de lijnen, dus bussen, trams, metro's, dat is een gewestbevoegdheid, ja, dat kan allemaal beter. Maar is dat de essentie? Voor u niet, denk ik. Nee, het is een deel van het verhaal. Mm-hmm. Moeten nadenken, ja, we hebben het over de toekomst. Mm-hmm. En dan kijken we, wat ligt er op de plank? Welke ideeën circuleren er? Bij experten, maar ook bij beleidsmakers. En wat heel populair is nu, is mobiliteit als een dienst. Dikwijls als MaaS afgekort naar het Engelse Mobility as a Service. En wat wil dat zeggen? Mobiliteit moet een dienst zijn. En ze zetten zich af tegen het model dat mobiliteit een product is dat je koopt. Ik koop een auto, en ja, dan rij ik met die auto, ik alleen, of gezinsleden, dus dat is het model.
Als je meer naar, men noemt dat dan delen gaat, eigenlijk is het meer dikwijls verhuur, dan ga je zeggen van, ik heb nu een auto nodig, ik huur een auto, ik rijd daarmee, en dan is die voor iemand anders. Ik heb een step nodig, zo'n elektrische step die je toch wel in veel steden ziet. Ik heb nu die nodig, ik huur die, en 5 minuten later of een kwartier later zet ik die ergens en heb ik die niet meer nodig. Dat is een dienst, want ik ben geen eigenaar van die step of die auto, ik gebruik het. Een logisch idee, ja, is klinkt, ergens, klinkt zeer goed. Er zit ook efficiëntie in, want een auto staat dikwijls 90% of meer van de tijd gewoon stil. Er zit maar wat parkeerplaats in te nemen. Als je die auto's wat kan delen, kunnen misschien 5 mensen gebruik maken van die auto. En sommige cijfers zeggen zelf ik voel een maar aankomen, toch? Er is een maar. Ja. En ik herinner mij, het is nog niet zo oud, waren 2 Australische filosofen die in een wetenschappelijk artikel eens zeiden van kijk, wat ligt hier op de plank? Autonome voertuigen. Dat is heel populair. Hè? Zo, je ziet zo auto's die zelf rijden zonder chauffeur. Veel aandacht voor. Elektrische voertuigen. Dat is nu de winnaar geworden. Waterstof krijgt wat aandacht. Wagens op gas, CNG zijn er geweest. Maar de elektrische auto is, niet enkel in België, maar de grote winnaar in het duurzame verhaal. Die heeft ook een impact, maar dat is, zien we. Dat het gaat over technologie zelf. En wat kunnen we daarmee? En dat is belangrijk. En gewoon de dingen, hoe het werkt. En de motor die erin zit. En de computersystemen. Dan heb je een organisatorisch model van mobiliteit als een dienst. Ik ga het huren. Dat wil zeggen, ik koop geen voertuig waar ik heel goed zorg voor draag. Wat ik ook kan delen. Als eigenaar kan ik iets delen. Kan ik zeggen, hier is mijn sleutel. Ik heb hem niet nodig vandaag. Neem mijn auto maar. Dat is delen. Als ik een auto huur, men noemt dat dan wel delen, maar is eigenlijk verhuur. Maar je gaat ook toepassen die beprijzingslogica. En als je leest wat er in onderzoek is, en dikwijls kan het dan wel wat jaren later in de praktijk komen, is dat je met heel veel communicatietechnologie ook gebruikt. Dat wil zeggen, je hebt een app. En als je een dienst wil gebruik maken, ja, je hebt, men wil een markt van mobiliteitsaanbieders. En je hebt 3 step aanbieders en 3 die auto's verhuren en dan nog een paar busmaatschappijen en taximaatschappijen. Dat is onoverzichtelijk. Wat de essentie van mobiliteit als een dienst is dat je een platform maakt, dat je met 1 app zegt van, ik wil hier van de universiteitscampus, wil ik voor een vergadering, moet ik in Brussel zijn of ten lande ergens zijn op een plek, geef mij de beste manier. En dan zegt hij, ah, je neemt eerst een fiets hier, dat is met dat abonnement, je betaalt daar zoveel voor, dat wordt allemaal geïntegreerd, met 1 druk op de knop, dan neem ik een trein, dan een deelwagen. Maar ik krijg 1 pakket aangeboden. Ik moet me geen zorgen maken over de factuur. In de zin van, ik duw op de knop en dat gaat automatisch van de rekening. Van de werkgever, als het voor het werk is, liefst. En ik geraak daar. Maar dat is een model dat uitgaat van eigenlijk een privatisering van het aanbod. Je hebt geen openbaar vervoer meer. Je hebt allemaal aanbieders en 1 platform dat iedereen verenigt. En heel marktgedreven, terwijl nu het openbaar vervoer worden heel veel voordelige tarieven gebruikt, hè, voor bepaalde doelgroepen, hè, voor wie het anders moeilijk is om ergens te geraken of om deel te nemen aan de samenleving. Ja, dan moet je daar al gaan opleggen, extra gaan subsidiëren. En beprijzing, als ik dan heel speculatief mag gaan, gaat ook over een kruispunt. Een kruispunt nu met verkeerslichten, dat kennen we. Het is groen, het is rood. Dat is vrij inefficiënt. Dus zetten we camera's of lussen in de weg die aangeven, ah, hier staan ze aan te schuiven, we geven sneller groen. Kan het ook anders doen, in Groningen onder meer. Het regent, we geven de fietsers vlugger groen. Dat is ook een optie, maar ga daarmee spelen. Maar het kan ook anders. Je zegt, ik moet om 9 uur daar zijn. Dan weet de computer, oh, we hebben nog alle tijd, we gaan wat trager rijden. Hier komt iemand die heel gehaast is. Die zegt, ja, ik moet om 8:30 daar zijn. Die krijgt voorrang. Maar hoe ga je die voorrangsregels bepalen? Dan grijpt men weer naar beprijzing. En mijn betalingsbereidheid zegt dan, dit kruispunt, ik moet echt op die vergadering zijn, dat is heel belangrijk voor mij. Ik betaal 1 euro en geef mij voorrang. En je gaat eigenlijk heel het systeem op marktprincipes gaan baseren. Met als gevolg dat, als we dus zo'n systeem hebben, dan reserveer ik een wagen en stel, ik kan het mij veroorloven en ik
vind ook dat mijn tijd heel kostbaar is, ja, dan krijg ik een luxe wagen die komt voorgereden, zonder chauffeurs, een automatisch voertuig, of ik dat dan deel met iemand is iets anders. En ja, degene die echt op de centen moet letten, die krijgt dan een aftans voertuig, wat een hoog risico heeft om in pannen te vallen, met kapotgescheurde zetels, wat je ook moet delen met anderen, dat is op zich geen probleem, doen met de bus ook. En aan elk kruispunt moet hij wachten tot als de luxe voertuigen mooi kunnen doorrijden. Mooi doorgereden, zo. Ja. Dat zijn ideeën, zijn die in de realiteit? Nee, maar ze liggen wel op de tafels van onderzoekers. In sommige transporttijdschriften zien we die dingen uitgewerkt worden, dat klinkt mooi. Het is efficiënt, betalingsbereidheid. Maar als je gaat doordenken, wat betekent dat in de realiteit? Ja, dat mensen ook daarmee gaan geconfronteerd worden. Ik zit hier in een derde rangs voertuig. Ik ga zeker op tijd zijn, want als ik mijn shift begint om 8 uur, of om 9 uur, of om 6 uur, ik moet daar zijn. Dus ik ga zeggen dat ik er een kwartier op voorhand zeker moet zijn, om zeker te zijn. Dan gaan we het zo doen. Ik ga dus langer onderweg zijn, minder aangenaam onderweg zijn. Terwijl degene met de hoge betalingsbereidheid en ook de mogelijkheid om te betalen, in zo'n scenario, dat is een fictief toekomstscenario, een heel ander verhaal krijgen. Die gaan heel vlot, zonder enige weerstand, kunnen die zich over heel het grondgebied verplaatsen. Een dystopische toekomstverhaal, ja. Misschien. Wat belangrijk is hierbij, dat is een mogelijke toekomst als we een aantal ideeën die niet circuleren doortrekken. We weten iets van de toekomst. De toekomst is, is een stuk gedetermineerd. De toekomst ligt vast in de zin van, het is weinig waarschijnlijk dat ik hier de volgende minuut ga veranderen in een olifant die op een bal staat te dansen. De toekomst zal vermoedelijk nogal gelijkaardig blijven. Maar de toekomst is open. Die geven we zelf vorm. Maar wat moeten we daarvoor doen? Is kritisch zijn over die nieuwe ontwikkelingen. Want we zien dat regelgeving, regulering, komt meestal achteraf. Eerst gaan we het implementeren, het beleid. Dan komt er kritiek en dan gaat men het wat bijschaven. Maar de toekomst kunnen we ook zelf maken. Met eigen projecten, zelf nadenken. Ook mensen luisteren als je maatregel neemt. En niet enkel luisteren naar dat clubje waar ik zelf toe behoor. De gemiddelde mobiliteitsexpert en beleidsmakers. Een middenklasse man van in de 40. En daarmee denk ik dat u ons als vakbond nu toch wel op scherp stelt om waakzaam te zijn en om zelf die toekomst van dat onder andere ook dat woon-werkverkeer mee handen en voeten te geven met veel aandacht voor de mensen die in een zwakkere positie staan. Hè. En dat gaan wij dan ook doen met ons Vlaams congres. Thomas, ik ga u heel erg bedanken voor alle hele interessante beschouwingen over woon-werkverkeer. Dank u wel. Dat is graag gedaan. De prijs van tickets, bustickets, maar ook treintickets, die beroert mensen. Die prijzen die liggen te hoog of die zijn blijkbaar toch niet van die aard dat ze ons aanmoedigen om meer de bus of de trein te nemen. Maar klopt dat? Dat aanvoelen. Is openbaar vervoer duur in vergelijking met Nederland bijvoorbeeld? Is het hier iets goedkoper? Maar afhankelijk, als je naar het centrum van Nederland gaat, de Randstad, daar krijg je ook meer bediening dikwijls. Is de auto goedkoop? Ja, daar voel je het ook anders. Als je gaat tanken, ben je even gechoqueerd deze dagen, maar dan vergeet je dat misschien snel. Als je een abonnement hebt, dan voel je dat minder. Maar als je voor elke rit betaalt, je wordt daar elke keer mee geconfronteerd. En transporteconomen vinden dat beter, dat je telkens daarmee geconfronteerd wordt, omdat je dat werkelijke kost moet betalen. Maar de vraag is, voor wie maakt dat uit? Dus als je met tarieven gaat spelen, voor sommige mensen is het goedkoop, maar voor anderen is het een drempel. En vandaar, het gaat erom, mensen hebben individuele noden, individuele behoeften en ook individuele koopkracht en bronnen van inkomen, vaardigheden om zich te verplaatsen. En je moet ergens, discrimineren heeft nogal negatieve bijklank, maar een verschil maken van wie heeft nood aan hoeveel en welke mobiliteit en garanderen dat die basisrechten, dat die gegarandeerd zijn, dat mensen ergens geraken.
En dat kan betekenen dat dat andere tarieven zijn voor andere mensen. En ja, je kan dat heel ingewikkeld maken. Andere pleiten ervoor. Er was onlangs nog een congres in Brussel daarover. Die veel meer gaan naar, oh, maak het gewoon gratis, veel gemakkelijker. Maar dan is de kritiek. Ja, maar als je dan niet investeert in bijkomende lijnen, wat ben je met goedkoop openbaar of gratis openbaar vervoer als er geen rijdt of weinig rijdt? Maar dus het is niet voor iedereen wijs om te zeggen, ah, we gaan één tarief voor iedereen en dat is het optimale tarief. Nee, sommige mensen ja, moet je gewoon meer tegemoetkomen omdat die specifieke noden hebben en een weinig draagkracht financieel. Dus... En voor hen kan het een drempel zijn. Maar ik denk dat het aanbod dikwijls een grotere drempel is. Het rijdt niet frequent, niet op het juiste moment. Of de voertuigen zijn moeilijk toegankelijk. Dat grotere drempels zijn. Dankjewel. Ik hoor daar dan toch een pleidooi, Thomas, voor het diversifieren van prijzen afhankelijk van bepaalde doelgroepen. Ik heb hier het handje van Freddy de Puit omhoog zien gaan. Dus Freddy, jij hebt naar aanleiding hiervan nog een bedenking voor Thomas. Freddy? Freddy de Puit? Kan aan mij liggen, maar ik hoor het niet meteen. Dan ga ik, mocht het toch nog zo zijn straks, dan horen we het wel. Dan ga ik naar een volgende vraag springen. Dat is van een ander handje dat daar in de lucht stond al. Maar Johan Herman, jij hebt ons nog een andere vraag gesteld die we er zeker willen tussen nemen. Ja, Johan stelt mee vast dat er veel mensen zijn die eigenlijk best wel dicht bij hun werkplaats wonen en toch hardnekkig aan die auto vasthouden. Thomas, hoe krijgen we die mensen op de fiets? Dat is een heel duidelijke. Ja, inderdaad, het klopt hè, dat heel wat mensen, ondanks dat die woon-werkafstand, dus 18 kilometer gemiddeld is, zijn er wel heel wat mensen die op fietsafstand wonen van het werk en die ook kunnen fietsen. Hè. Dus het gaat niet enkel over... dus er is wel een zeker potentieel met elektrische fietsen. Hè. Kan je dan ook nog zeggen dat 10, afhankelijk van hoe sportief je bent, 15, 20. Hè. Ik sprak vandaag nog met een collega, die was gisteren, of wanneer was het, 35 kilometer naar het werk gereden, had in het teruggaan zelf een omweg van 15 kilometer erbij genomen. Dus ja, afhankelijk van wie u bent. En dus zijn er voor heel wat mensen is dat een mogelijkheid met de fiets gaan werken. Ja, ik geloof vooral sterk in intrinsieke motivatie. Om nu te zeggen van, ik als mobiliteitsexpert zal even gaan zeggen tegen de regering en zo moeten we de mensen dwingen, eigenlijk een beetje manipuleren om bepaald gedrag te vertonen. Ja, daar voel ik mij niet comfortabel bij. Het is erop wijzen van, kijk, waarom die auto, het heeft heel wat nadelen. We mogen daarover zeggen, ook al is het een drempel en is mobiliteit een probleem voor mensen, is er vervoersarmoede, het blijft ook uitstoot genereren van luchtverontreiniging, van broeikasgassen. Er is de verkeersonveiligheid, er is de ruimteimpact, al die parkeerplaatsen. Dus als wat meer mensen zouden fietsen, dat zou de mooie evolutie zijn. Wijs op de gezondheid. Voordelen, het sportief, het aangename, buiten zijn, zelfs als het wat minder weer is, dan moet je wat de kledij voorzien. En ook daar kan een op de werkplek het een en het ander georganiseerd worden. Zorg dat er niet te ver op de site een overdekte, afgesloten fietsenstalling is. Stopcontacten voor de elektrische fietsen. Werknemers, het is niet altijd mooi weer. Ja, waarom niet wat regenkledij voorzien voor de werknemers of zo? Dat zijn niet al te grote zaken in vergelijking met iemand een elektrische wagen geven. Als bedrijfswagen kost meestal toch wel nog wat meer dan zo'n maatregelen. Dus het mag gerust gepromoot worden, de fiets. Maar het moet nogal altijd zelf zijn dat mensen ervaren dat dat toch voor veel mensen ook een aangename verplaatsingswijze is. Zeker als het niet te ver is. Ik zag de vraagsteller zijn handje komen en gaan. Johan Herman. Had je daar nog graag iets aan toegevoegd? Zo niet. Dan ga ik het woord even terug aan Luc van den Steen geven, die hier ook nog een bedenking bij heeft. Wat misschien interessant zou kunnen zijn, dat is voor mensen die korte verplaatsingen doen, dat je, laten we zeggen, mensen die in een straal van 20 kilometer wonen,
dat je dat uurtje dat ze gaan fietsen, dat je dat als werkuur gaat aanmerken. En voor de mensen die met een auto naar het werk komen, dat niet aanrekenen. Ik denk dat er heel veel mensen op hun fiets gaan kruipen, denk ik. Ja, ook daar, voor wat dan noemt zakelijke verplaatsingen of zo, ook daar heeft de fiets potentieel en die heeft ook te maken met organisatie. Sommige organisaties zaten vroeger in elke provincie en die worden dan gecentraliseerd in Antwerpen of in Brussel. Dat vergt meer mobiliteit. En dat zie je in schaalvergroting op heel veel plekken, maar ook hoe je zaken organiseert als bijvoorbeeld thuiszorg. En er zijn goede redenen in België, hè, waarom dat er van verschillende zuilen, hè, als ik ze zo mag noemen, eigen thuiszorgdiensten zijn en zo. En hetzelfde geldt bij de dienstenchecks. Bijvoorbeeld iemand die gaat schoonmaken. Ja, als je dat optimaal zou doen, en ik zeg niet dat we het zo moeten doen, maar als je gewoon de denkoefening maakt, stel dat we dat allemaal optimaliseren en de kortste afstanden nemen, kunnen heel veel van die verplaatsingen gereduceerd worden in afstand. En er zijn ook andere voorbeelden, bijvoorbeeld in het onderwijs. Hè, dan ken je, dat is een grote sector, dus je kent in veel families wel altijd iemand in het onderwijs. Ja, de ene gaat van Gent naar Antwerpen werken en de andere van Antwerpen naar Gent. Om nu één voorbeeld te nemen, het is dikwijls iets korter, die afstand. Maar ja, vaste benoemingen en dergelijke. En niets tegen dat er rechten zijn en dat je wat zekerheid hebt in het leven. Maar soms zorgt dat ervoor dat mensen niet de stap zetten om naar een werkplek dichter bij huis te gaan voor een toch wel gelijkaardige job. Dus ook daarover nadenken, hoe kunnen we met de organisatie door ten eerste meer verspreide werkplekken te hebben, maar ook om sectoren die heel mobiel zijn. En ja, ik ga nu niet zeggen dat vanuit Brussel iedereen die gaat schoonmaken bij huishoudens met dienstenchecks wordt toegewezen aan een aantal huishoudens. Goh, dat zal ook wel zijn nadelen hebben, vermoed ik, zo'n een logge bureaucratie daarboven. Maar kunnen we niet op een andere manier dan die kilometers wat beperken? Ik ga Johan, die deze vraag heeft ingeleid, hè, nog even het woord geven. Misschien lukt het nu, Johan? Johan Herman? Dat lijkt niet zo te zijn. Greet, je had hier ook nog een vraag of een bedenking? Ja, ik heb zoiets. Allee, ik werk in de thuiszorg en oké, ik ben met uw initiatief van met de fiets te gaan werken en dingen, maar wij staan 2 uur bij een cliënt. Ik kom daar kletsnat aan. Allee, ik vertrek hier thuis. Oké, ik moet maar 5 minuten rijden, maar het is een hevige regenbui. Ik ben kletsnat. Ik moet mijn regenpak eruit doen. Ik moet mijn dingen doen. Ik zit maar 2 uur bij die cliënt. Een kwartier moet ik die mensen al afgeven voor een verplaatsingstijd, maar ik moet mij nog eigenlijk fatsoeneren voor daar fatsoenlijk binnen te komen. Dus die zijn eigenlijk al een half uur kwijt. Die mensen zijn daar niet mee akkoord, hè. Allee, ik zit er niet mee in, hè, van met mijn fiets te gaan werken, hè. Maar mijn cliënten, ja. Allee, jij moet hier 2 uur werken en je zit hier al een half uur. Dat je hier niet bent, want je moet omkleren. Allee, niet omkleren, je moet maar een regenpak uitdoen en dingen. En dan kunnen we maar pas beginnen. Die cliënten zitten er in tekort mee. Allee, ja, ik vind dat allemaal heel goed, hè, maar ik zit er niet mee in, hè, van in de regen te vissen. Hè, en eraan te komen met regenpak aan. Maar allee, dat is zo. Ja, er moeten de mensen ook eens bij stilstaan van mensen willen 2 uur hulp. En wij geven geen 2 uur hulp, hè, want we hebben al een kwartier verplaatsingstijd. We moeten nog eten, we moeten nog dingen. Dat maakt het ook allemaal zo moeilijk, hè. Allee, ja. Ik denk dat het zeer terecht dat je zo'n dingen aanhaalt. En dat leert ons ook dat we, dat je zo nadenkt, moet je gewoon experimenteren. En moeten onderzoekers niet inderdaad vanuit hun bureau, uit als een denkpiste, maar ook gewoon concreet meelopen en kijken op welke barrières dat je stuit. Sommige zijn makkelijk op te lossen soms, door soms ja, kleine ingrepen, maar andere moet je inderdaad, denk je misschien niet op het eerste zicht aan. Maar zelf, als je het met de auto zou doen, zouden soms nog kilometers kunnen bespaard worden als het iets anders wordt georganiseerd. Maar ook daar moet je dan weer over nadenken. Hè.
Welke barrières komen we tegen onderweg? En wat maakt het moeilijk? Er geef ik een groot gelijk in van dingen, maar het is gewoon... Allee, voor die mensen is het niet bepalend totdat je komt met een auto of met de fiets of met dingen. Voor die mensen is, die moeten 2 euro voor ons betalen, maar wij stonden maar... een kwartier moeten we van die 2 uren afpakken, hè? Absoluut. Dat is voor die mensen van... Hé, hey, wij betalen nu wel 2 uren, hè? En jij zit hier al een kwartier vroeger weg. Ik denk dat zonder een goede inbreng is om verder op het congres op tafel te leggen, ook Greet, want het is absoluut niet de bedoeling van hier te gaan stellen dat iedereen per se massaal de fiets op moet. Daar komen inderdaad heel wat bedenkingen bij kijken. En je hebt er daar een hele duidelijke gegeven. Dank je wel, die was zeer goed. Ik probeer nog eens bij Johan... Ja, hoor, we horen je. Ja, van datgene dat er juist verteld is, misschien kan er in de toekomst de fiets zijn dat volledig overdekt is, en dan is dat probleem ook opgelost. Maar ja, als je ziet dat er tegenwoordig fietsen zijn, ten opzichte van vroeger, ik vind, kan misschien veranderen, wie weet. Misschien enkele jaren is er misschien een overdekte fiets en dan is het voor iedereen gemakkelijker en zal misschien ook iedereen nog meer met de fiets naar zijn werk rijden om boodschappen doen en zo verder. Maar wat dat er, ik heel spijtig vind, het veel mensen dat er het weekend of 's avonds, ik weet niet hoeveel kilometers afleggen met hun fiets, maar ze wonen maar een paar kilometer van hun werk en ze gaan honderddomme toch met een auto zeker. Misschien afsluitend voor dit thema, Thomas. Ja. Daar hebben we het natuurlijk niet over, hè, op dit congres. Het gaat over het woon-werkverkeer als invalshoek. Maar zet dat eens even naast elkaar. Heb je daar een beeld van het recreatief fietsgebruik naast het woon-werk? Want het is op zich wel een fijne gedachte hier van Johan. Ja, je moet natuurlijk een onderscheid maken tussen recreatief fietsen van ik ga wat gaan mountainbiken of met de racefiets een terras gaan bezoeken. En ik rijd bijvoorbeeld met de fiets naar een winkel. Dus het is een ander soort verplaatsing. Maar inderdaad, je ziet mensen die vrij autoverslaafd lijken, totdat het inderdaad vrije tijd is. Dan zetten ze die fiets op de auto en gaan ze 100 kilometer gaan fietsen. Inderdaad, dat is een observatie die je soms ziet. En dan stel je ook de vraag van, en wat als je nu eens... die fiets zou gebruiken voor het woon-werkverkeer. En je zou het ook organiseren dat... Hè, dus er zijn degelijke douches, goede fietsenstallingen. En inderdaad, ja, waarom geen veralgemeende fietsvergoeding? En iets als een fietsenstalling, waarom is dat ook geen gewoon een recht? Hè, als werknemer van... is dat zo bijna een gunst? En ja, in sommige sectoren krijg je dat niet. Of op sommige werkplekken. Voilà, en daarmee weten we waar dat we mogelijk actiepunten van kunnen maken. Dank u wel aan iedereen die aan dit onderwerp ook heeft bijgedragen. Ik ga er een nieuw thema vanuit een vraag nog tegenaan gooien. Die komt van Marijke Vindevogel. Een zeer boeiende en iets wat dat veel mensen gaan herkennen, denk ik. Maar misschien, Marijke, moet je het zelf even toelichten aan de groep. Ik weet niet wat dat mijn vraag is dat je bedoelt. Want ik heb er meerdere gesteld. Ah, wel, maar dan ga ik u op weg helpen, Marijke. Het gaat over de centralisatie van diensten weg uit dorpskernen. Dus bankkantoren die sluiten, of tenminste een lokaal kantoor dat sluit, net zoals bij een mutualiteit en andere diensten. En dat heeft gevolgen voor de mobiliteit van mensen. Ja, dat vind ik ook. Dus we hebben echt alles gaan in schaalvergroting brengen en mensen moeten er sowieso meer verplaatsen. Dus ik denk dat dat ook echt moet bekeken worden. Het is zo. Mensen konden vroeger te voet of met de fiets onder de kerktoren alles doen. Dus nu lukt dat niet meer. Dus je moet naar de stad, naar Gent. Je moet voor dit naar daar. Dus automatisch moet je verplaatsen. En het afschaffen van het lokaal stations zorgt dan nog voor dat je er niet geraakt. Dus, of ook weinig laat openbaar vervoer voor mensen in ploegen. Dus dat stopt te vroeg voor ploegwerkers, want ik werk zelf in het universitair ziekenhuis. Dus
Wij hebben wel als suggestie toch, als vakbonden, een werkgroep mobiliteit. En wij vergaderen zo ongeveer één keer per maand of twee keer per maand, afhankelijk een beetje van wat dan we bezig zijn. We hebben droogkamers voorzien, dat de kledij droog is. Dat is echt een topper. Nu regent het natuurlijk niet veel, maar als het veel gaat regenen, mensen zijn daar super blij om. Dat eigenlijk, als je s'avonds laat om 11 uur de fiets op moet, dat je tenminste niet in natte kledij terug naar huis moet fietsen. Dus ik denk dat we eigenlijk als vakbond heel concreet op bedrijfsniveau het goed is dat we werkgroepen of overlegmomenten hebben, officiële momenten, afhankelijk van de sector, om dingen af te dwingen. Fietsstalling, gesloten fietsstalling, mensen komen met moderne fietsen die willen die fiets veilig weggezet hebben. En niet dat ze mogelijk bij ons is er ook, als het plat is, is er ook voorzien dat mensen die herstellen tijdens die werkuren. Dus dat zijn ook zo kleine tips die toch ook wat maken. Maar wij hebben bijvoorbeeld geen woon-werkverkeer, omdat we openbare dienst zijn. Enkel voor heel uitzonderlijke, moeilijke uren kan dat wel. Maar ja, op 6000 mensen zijn er misschien 5 mensen die daar beroep kunnen op doen. Ook al werken we in 3 ploegen. Dus dat weet ik ook nooit niet goed. Als vakbond moeten nu... Nu krijgen we ongelooflijk de vraag van godverdikke, wij moeten al ons naft zelf betalen. Wij werken in 3 ploegen. Dus ik weet ook niet goed als vakbond, als dat dan goed is, van dat toch te proberen in de openbare sector of juist niet het woon-werkverkeer toch te gaan betalen. Ja. Dus, het zijn veel vragen, dus maar ja. Ja, ik ga er eentje uitpikken. Marijke, dank je wel voor de hele interessante beschouwingen. Dat is wel iets wat je overal ziet. Hè, Thomas, ik woon nu zelf in Velten en Bijssum en daar waren tot, ik geloof, een 4-tal jaar geleden van alle grote banken was er wel een kantoortje te vinden, nu geen enkel. En dan heb je toch mensen die nood hebben aan een gesprek aan het loket of een vraag te kunnen stellen aan het loket. En dan moet je 2-3 dorpen verder gaan. Zien we dat op grote schaal en wat zijn daar de grote effecten van nu op dit moment op vlak van mobiliteit? Ja, dat is inderdaad iets. En dat werd zelf al in de jaren 1970 besproken, dat ook het in dorpen en meer in landelijke gebieden inderdaad de diensten wegtrokken. En ook een stuk een gevolg dat meer jongeren wegtrokken daar, dat de dynamiek wat verdween. Maar je ziet tegelijkertijd ook een tegenbeweging van initiatieven om zaken te bundelen. Misschien is het voor een bakker niet rendabel om daar te in een bepaald dorp om als bakker daar te overleven. Maar als je die bakker combineert met bepaalde dienstverlening, denk aan, je kunt daar ver in gaan, een bakker, een café, een postpunt, en waarom niet, de stationsgebouwen staan meer en meer leeg bij de kleinere stations, zo dat je een soort dorpspunten hebt. In Duitsland spreek ik ook over een dorp. Principe, ook in de Westhoek bijvoorbeeld, zijn er zo'n initiatieven, dat je diensten bundelt. Maar dat is natuurlijk moeilijk, want diensten zijn verschillende organisaties, de ene private, de andere een gemeentelijke overheid, dan is er nog iets federaal en nog wat Vlaams, dus ja, dat maakt het wat ingewikkeld. Maar door in te zetten op het bundelen van diensten, wordt een dorpskern aantrekkelijk, en gaan de mensen misschien ook niet allemaal ver van die dorpskern gaan wonen, maar gaat dat een compacte kern zijn waar je en openbaar vervoer hebt, en een bakker, en een bank, op zijn minst een automaat, want die verdwijnen blijkbaar ook tegenwoordig. En wie weet een loket, misschien enkele dagen per week, dat je diensten zo wat concentreert. En dan is de vraag, wie moet daar de trekker van zijn? En je ziet dat dienstencentra dat soms al beperkt doen, maar je kan daar nog wat verdere stappen zetten. En ook buurtbewoners daar echt bij betrokken zijn. Dat is dan ook het lokaal waar ze s'avonds een of andere vereniging bijeenkomt, waar ze gaan kaarten of zo. Als je zo'n ruimte hebt met verschillende diensten, dan is het wel rendabeler of alszins minder duur om dat te organiseren. Dus zo denken aan zo'n principes is zeker nuttig om in dorpen waar dingen wegtrekken, toch nog die lokale dienstverlening. En hetzelfde geldt voor werk. Dus alles moet in geconcentreerd worden. Ja, dan heb je geen werk in eigen streek. Ik
zie op de valreep hier het handje van Patrick Hermans omhoog gaan. Doe maar, Patrick. Ja, graag zou ik even reageren op Thomas. Als je dan ziet bijvoorbeeld, ik werk in Brussel. Als je in Brussel-Zuid bijvoorbeeld in een station zou binnengaan, kun je eigenlijk gezegd in je blote met een bankkaart binnengaan. En stap je aan de andere kant van het station buiten, volledig aangekleed, schoenen, kousen, je kleding aan. Je bent naar de winkel geweest, je hebt je zakken bij met al je voedingswaren dat je maar nodig hebt. Je hebt dan ook koffie kunnen gaan drinken op je gemak. Je hebt dat kunnen gaan ontbijten. En ik denk dat dat toch eigenlijk meer het ding is. Het is zoals gezegd, nu liggen de stationnetjes er allemaal verlaten en klein bij. Dus de stationsbuffetjes worden gesloten en wat dan ook. Dus dat maakt het voor de mensen ook niet aantrekkelijk meer. Iemand dat gezegd van overstappen, en met dat straks ook hoor, iemand dat moet overstappen, stappen en die heeft een half uur tussen zijn treinen, nu grof gezegd, die kan ook al veel gemakkelijker zeggen, dat is ook plezanter, als er een stationsbuffetje is, of ergens ja, een gebouw dat je toch maar op zijn minst een koffie kunt kopen, een boek kunt lezen, of wat dan ook, dat is veel aangenamer voor de mensen ook. En als je dat kunt combineren met eventueel een bankautomaat of dergelijke, natuurlijk in veilige stations, want ja, als je daar in de middle of nowhere een bankautomaat gaat zitten waar dat geen controle op is, ja, dan krijg je weer problemen, gelijk mensen kunnen overvallen worden. Maar ik denk dat dat eigenlijk wel een denkwijze is waar dat men eigenlijk naartoe zou moeten kunnen gaan. Ja, inderdaad. Zolang dat die hubs of die kernen, dat niet ergens in een... Want daarnet over de park en ride en mijlzelen, ja, die ligt tussen de velden. Hè. Dus als je dat daar organiseert, doe het dan wel bij een bewoningskern. Hè. Dus dat daar, die hub is dicht ook bij waar mensen wonen. Dus zorg ook dat dat openbaar vervoer een drager is van de bewoning, van waar mensen geconcentreerd zijn en dat daar ook de dienstverlening is. Dus nabijheid blijft... nabijheid is eigenlijk de oplossing om en bereikbaarheid te hebben van diensten, van openbaar vervoer, dus en bereikbaarheid... en de milieu-impact te beperken. Dank u wel. Ik hou ook met een half oog de tijd in de gaten. Ik zou zeker nog twee vragen de revue willen laten passeren. En de eerste daarvan komt, ik heb geen familienaam, voornaam Roger. En die heeft gesteld van, kijk, in heel dat mobiliteitsdebat, Thomas, is er heel veel aandacht die gaat naar de vlotheid van openbaar vervoer. Hè? De kost hè, voor de gebruiker. Maar het aspect veiligheid is eigenlijk onderbelicht in heel dat mobiliteitsdebat, volgens Roger. Klopt dat ook, of kan je dat eens even evalueren voor ons? Verkeersveiligheid, alleszins als je kijkt naar de beleidsdocumenten, straffenwoorden. We gaan naar Vision Zero, dat wil zeggen nul verkeersdoden. Dus dat wordt... De vorige regering, de huidige regering, zetten daarop in. Gespierde verklaringen. Wat zien we wel? Dus het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer en ook zwaar gewond is gedaald. Dus terwijl vroeger op Belgisch niveau tegen de 1000 zat, zitten we nu eerder rond de 600. Dodelijke slachtoffers op een jaar, los van coronajaren, dat wat afwijkend is. Dat is nog altijd een pak meer per inwoner, en of hoe dat je het ook uitdrukt, dan bijvoorbeeld in Nederland. En dan ja, worden er wel heel wat investeringen aangekondigd, maar als je blijft inzetten op automobiliteit, omdat daar het gaat over bestelwagens, is ook iets dat de laatste jaren meer en meer aandacht krijgt en helaas recent ook nog, de veiligheid van dan nog eens werknemers die heel sterk onder druk staan, en dan gaan we daar met de vinger naar wijzen, maar ja, als je onder druk staat en verkeersregels volgen, dat is uiteraard een uitdaging. Maar verkeersveiligheid is inderdaad ook belangrijk en is ook een voordeel van, ja, je kan met de fiets, hè, dus ook zonder, hè, dus auto's of bestelwagens, gebeuren er ongevallen en soms ook vrij ernstig, zeker speedpedelecs, hè, zijn al brengen wat risico met zich mee, maar wel een stuk minder dan als je ja, met voertuigen van een ton rondrijdt aan snelheden van 50 km per uur zelfs al, hè, dat heeft al een zeer grote impact. Dus verkeersveiligheid. Het is niet dat er geen aandacht voor is. En dus er worden documenten, maar ik
het stabiliseert wat die cijfers. Terwijl wel de ambitie is om die te laten dalen, zien we dat de verkeersslachtoffers de laatste jaren ja, wat geplafonneerd is en hier en daar, bijvoorbeeld provincie Antwerpen, zo zelf wat gestegen zijn. En daar roept wel een zekere bezorgdheid op van, zijn die mooie woorden en die initiatieven wel voldoende? Ja. Dat is zeker, en ook gewoon naar het werk gaan, zeker industrieterreinen, gewestwegen, met wat dan moordstrookjes noemen, daar heb je dikwijls geen veilige fietsinfrastructuur. Dus daar mag zeker aandacht naar gaan. En zou eigenlijk een recht moeten zijn. Ik hoop ondertussen trouwens, Thomas, dat Greet dicht woont of werkt bij jou. Want ik denk dat jullie ongelooflijk boeiende gesprekken zouden kunnen hebben. Zij gaat nog een vraag stellen naar aanleiding van dit onderwerp. Doe maar, Greet. Ja, ben ik online terug? Want ja hoor, absoluut. Ja, ik heb het eigenlijk nu... Ik heb nu onlangs juist gelezen... in de metro bij ons, ik voel me dus nu eigenlijk niet meer veilig dat ik hier thuis de tram pak en naar Stingen ga. Er is er een neergestoken, en hij is zelf naar het ziekenhuis kunnen lopen en weet ik wat. Maar ik voel me hier in Deurne, ik heb zoiets van, ik voel me hier echt niet meer... Niet meer veilig. Ik heb sinds 2 jaar, ik had geen hond, maar een zomaar een hond. En 2 jaar geleden, mama en een hond. En ik ben dan gaan wandelen en ik heb zoiets van, amai, wat denk ik hier allemaal op straat lopen? En ik heb niet zoiets van, het zijn Marokkanen of zijn dingen. Voor mij zijn het allemaal Belgen, want iedereen dat hier woont is voor mij een Belg. En ze moeten hun eigen aanpassen en dingen. Maar... Wat ik toen zag, ik voel me hier echt niet meer veilig. En ik durf nu niet meer van hier, van Deurne, naar de Nationale Straat gaan met een tram. Wat ik altijd deed, maar ik durf dat niet meer. Zeker om te horen, Greet. Ik ga de vraag even opentrekken naar Thomas. Is er in het algemeen een associatie met onveiligheid wat ons openbaar vervoer betreft? Weten we daar eigenlijk iets over, Thomas? Het klopt dat de meeste aandacht en onderzoek gaat naar... stiptheid, vlotheid, capaciteit en files. Er zijn wel wat onderzoekers die dan zeggen, waarover het over gaat, is bereikbaarheid. Bereik ik werk, ontspanning, bereik ik mijn familie, kan ik die effectief bereiken? En dan kijk je naar de drempels. En dat kan financieel zijn, maar dan merk je zeker dat, 's avonds is bekend, sommige buurten hebben soms wel een reputatie of sommige lijnen. Dat is voor heel wat mensen en... onderzoekers gaan dan zien ze dikwijls dat vrouwen dan ook oververtegenwoordigd zijn daarin. Dat ook een drempel is om je te verplaatsen of een reden om toch voor de auto te kiezen. Dus die onveiligheid op het openbaar vervoer, en in het algemeen, het gaat over de bushaltes, het openbaar vervoer, maar ook op straat en wandelen s'avonds, dus of alleen met de fiets rijden, wordt dikwijls aangehaald en is zeker een belangrijk punt dat we nogal veel over het hoofd zien als we het hebben over lijnen en frequenties en uurregelingen en de kostprijs. Wat minstens evenveel aandacht verdient, maar zo om een of andere reden wat minder in de spotlight staat. En ook daar zegt men, dan overal camera's. Terwijl als je dan praat met mensen, die zeggen toch ook degene die daar meer onderzoek over gedaan hebben, het gaat ook over mensen op het openbaar vervoer hebben. Het interessante is bijvoorbeeld welke rol is, wat is een conducteur, wat is of zo, en op de bussen heb je dat al minder, heb je af en toe controle, maar is werkelijk de prioriteit dat ze alle tickets controleren, of is de prioriteit dat er iemand is, aanspreekbaar, en die zorgt voor een veilig gevoel daar? Nee. Is dat niet beter dan een camera. Sorry dat ik u even onderbreek. Voor mij gaat het niet van is het prioriteit van dit of dat. Ik heb gewoon zo prioriteit van... Nu zijn de cabinetjes nog afgesloten van de conducteur. Want we mogen er niet komen via de corona. En ik heb zoiets van... Als ik mijn eigen daar dan toch wel kan overplaatsen, maar ik kan daar dan niet naartoe, want ik mag er niet door. Ik heb zoiets van, er moet meer, ik weet het niet, maar ik voel me nu op het moment in de stad niet veilig op de tram.
De conducteur, oké, de conducteur zit er en oké, dat er iets gebeurt, dan gaat hij niets doen en dan dat er iemand aan de noodrem trekt of weet ik wat. Maar ik kan, dat ik mijn eigen onveilig voel, niet naar de conducteur gaan, want er stond een riem. En ik mag niet naar de conducteur gaan. En ik mag niet zeggen van, ik voel mij onveilig door die meneer. We gaan dus inderdaad, een chauffeur moet vooral op het verkeer letten. Hè, dus maar er is ook nog ander personeel mogelijk. Ik ga even tussenkomen, want ik moet met mijn schuin oog op die tijd letten. Margreet, je hebt een thema, een subthema van die mobiliteit op de agenda gezet hier, waarvoor dank. En dat is dat veiligheidsgevoel en dat welbevinden op bussen, trams, treinen, waarvoor dank. Het is zeker niet dat ik het niet verder zou willen zetten, maar ik ga al mijn slotvraag moeten stellen aan Thomas. Dat is zo'n vraag die onderzoekers niet graag krijgen, want dan zeggen ze, ja, maar ik ben geen beleidsmaker, dus we gaan dat toch doen. Thomas, als je nu heel kort bij ons zou werken, hè, jij bent de vakbondsman en jij zou morgen voor ons het ACV mogen bepalen wat zijn de dingen die wij zouden moeten doen om de kloof die we toch wel zien en die vanavond ook duidelijk is gebleken, hè, op vlak van ongelijkheid, ook op vlak van mobiliteit, om die kloof te verkleinen. We zullen het niet voortzeggen aan uw collega's of anderen wat uw antwoord gaat zijn, maar we zijn benieuwd. Ten eerste, alles hangt met alles samen, dus zomaar één maatregel, hè, dat is, zal ik nooit voor pleiten. Maar wat ik interessant vind, is bijvoorbeeld, kijk naar het Brusselse stedelijk gewest. Daar zijn een aantal maatregelen verplicht. Dus je hebt het bedrijfsvervoerplan, zijn daar verplicht. Och, een plan maken, dat is een hoop papier produceren. Daar ben ik wel goed in, maar een aantal concrete maatregelen. En als je dan toch zegt, ja, ik ken het sociaal, of jullie kennen het sociaal overleg, ik hoor ervan. Ja, en dat is moeilijk en dat gaat niet. Dan is er in principe, in het Engels heet het comply or explain. Dat je zegt van, kijk, deze maatregelen zijn gewoon verplicht. Een overdekte fietsenstalling, afgesloten, stopcontacten. Je mag ervan afwijken, maar dan moet je het uitleggen. Dan moet je wel een plan maken. Dus als je gewoon maatregelen neemt, dan gaan we je niet lastigvallen met bureaucratie. Moet je geen bedrijfsvervoerplan maken. Zeg je toch dat er redenen zijn, gegronde redenen zijn, om bepaalde maatregelen niet te nemen. Dat kan. Dat kan ook redelijk zijn in sommige sectoren. Bijvoorbeeld als er enkel chauffeurs zijn met een eigen wagen, moet je geen fietsenstalling misschien voorzien. Ik weet het niet. Hè. Dus daar... Maar dan moet je wel argumenteren waarom. Zo'n principe lijkt mij een interessante piste te zijn. En daarmee heb je ons aan het werk gezet, zou ik zeggen, richting 7 en 8 september voor wat betreft dat eerste spoor. Ik ga nog naar twee zaken verwijzen. En dat is eerst en vooral deze editie van Vakbeweging die nu een beetje in beeld komt, maar het is die van 12 januari. Van dit jaar, waar alle sporen heel helder worden toegelicht. Zeer goede lectuur, naarmate het congres ook dichterbij komt. En dan nog een klein beetje reclame maken natuurlijk voor de drie volgende webinars. Eentje op 24 mei, klimaatbewust wonen en werken is dat. En dan hebben we nog 2 juni rond duurzame arbeid en 9 juni recht op wonen. Allemaal volgens een gelijkaardige opbouw en concept zoals we deze avond hebben gedaan. Thomas, ik ga u heel hard bedanken voor het zeer fijne interview in januari en dit hele interessante webinar deze avond. Je bent ook zeer welkom op 7 en 8 september in Gent. Je hebt ongetwijfeld nog niks boeiender te doen die dagen, dus hou het vrij. Collega's hier aanwezig, dank je wel om erbij te zijn. Natuurlijk, last but not least, beste militanten, bedankt voor jullie aanwezigheid en heel boeiende inbreng ook. En heel graag tot ergens onderweg, tot 7 en 8 september. Dank u wel.